Hallo, zoals beloofd, voor jullie een video voor degene waar dat er totaal geen contact is. Gaan we zien van wat er gaande is. Gaan we een soort van conversatie optrekken tussen mannelijke en vrouwelijke energie om te kijken wat er eigenlijk precies gaande is. Dus in de vorige video heb je ook wel, of de openbare video heb je gezien wat dat de boodschappen zijn. Waar dat de schaduwen zijn, waar dat ze tegenaan lopen. Dus we gaan dat eigenlijk een stukje verder opentrekken. En dan... daar gaan ze weer. De grond in. Dus je ziet, er wordt veel die gezegd wel te worden. Maar op dit moment durven ze niet. En wat ligt daar aan de onderkant? Omdat er een les moet geleerd worden door dit geen contact. En de onderkant gaan tonen was van de planeten worden geactiveerd om ons te helen en zich erbij te brengen. Overgave aan de veranderingen. Dat is eigenlijk ook exact hoe dat ik het voel. Ik ga ertussen de kaarten oprapen die gevallen zijn. Dat op dit moment gaande is, waardoor dat er minder of geen contact is tussen tweelingvlammen, is omdat het eigenlijk vanuit het hogere collectief ook een stuk gestuurd wordt. Dus ik ga deze hier in het hoekje laten, zodat we weten van het gaat over les en dat we aan het leren zijn. En we gaan zien wat dat allemaal is. De eerste is, I'm beginning to focus on my mission and our connection as part of that. Ja, dat is ook zo. Dat is iets wat ik zelf tegen mijn tweelingvlam ook gezegd heb, dat ik naarmate hoe langer we in de connectie zijn, meer en meer ook begreep dat mijn belangrijkste missie eigenlijk de connectie is en het samenbrengen van ons in union, in complete union, en dat dan tegelijkertijd als een voorbeeld zijn naar anderen, dat dat eigenlijk een van mijn belangrijkste missies is. En dat is verspreiden van de vlammen, wat mijn individuele missie is. En hij heeft natuurlijk ook zijn individuele missies, maar we niet één missie. Wat hebben we nog? Ik voel dat dat eerder van de mannelijke energie naar de vrouwelijke energie is, want het was vooral dit die het me eerst opviel. En hij zegt van, ik wil je in mijn arm vasthouden en voelen dat onze lichamen als één samenkomen. En dat is iets wat ook mijn tweelingvlam heel vaak gebruikt om zijn liefde te tonen. En dus daarom is ook het kennen van je liefdestaal, dat is ook wat ik schreef in het tweede e-book, wat ik geschreven heb, want ik ben nog bezig aan het afwerken. Dat het super belangrijk is om te weten wat dat jouw liefdestaal is. Om te weten wat dat de liefdestaal van jouw partner is. Want, om bijvoorbeeld te geven, mijn nummer 1 liefdestaal is fysieke aanraking. Is fysiek samen zijn. Is iemand een knuffel geven. Is een hand op de schouder leggen. Dus dat is iets wat ik niet zomaar bij iedereen ga gebruiken. Bijvoorbeeld ook sinds COVID ben ik super blij dat mensen niet meer verwachten dat je gewoon een hand geeft. Want voor mij is dat een uiting van liefde. En wanneer je dan bijvoorbeeld een knuffel krijgt van mensen, maar dat je voelt dat de energie daarachter niet oprecht is, brengt dat eigenlijk een hele rare reactie teweeg in mijn lichaam. Nu wetende dat ik en mijn tweelingvlam in een lange afstandsrelatie zitten, dan is dat fysieke stukje natuurlijk ook een hele uitdaging. Maar door het feit dat hij dat wist, of dat hij, dat we daarover gesproken hebben en dat ik dat geuit heb naar hem toe. En dus gesproken hebben van wat is mijn liefdestaal, wat is jouw liefdestaal. Dan kunnen we daar rekening mee houden. En in die zin, dat weet ik ook als hij bijvoorbeeld bepaalde dingen naar mij stuurt. Wat dat voor mij in eerste instantie geen teken of geen... dat ik het niet lees als een uiting van liefde. Maar door het feit dat we dat gesprek gehad hebben, dat ik weet dat dat wel zijn manier is waarop hij zijn liefde getuigt of toont, ja, dat maakt het natuurlijk allemaal een stukje makkelijker. Dus dat let op en zorg ervoor dat je dat ook weet. Een volgende is karmic ties. Dus dit gaat erover dat je eigenlijk verbindt met wijsheid. Dingen die je geleerd hebt in vorige levens. En wat ik ook wel voel, is eigenlijk een stukje terug gaan naar herinneren. Daarom niet bewust. Maar dus dat je onbewust herinnert hoe dat het was om samen te zijn met je twin in vorige levens. Bijvoorbeeld, ik ben 6 keer samen geweest met mijn twin. In een harmonieuze relatie.
In een van onze levens op Atlantis hadden we zelfs kinderen. En daar leefden we als een hoge priester en hoge priesteres. En die dingen herinneren, al dan niet op een bewuste of onbewuste manier. En je hoeft dat ook niet te forceren. Als dat bewust moet zijn, dan gaat dat vanzelf komen. Maar dus dit helpt om een aantal dingen te gaan begrijpen en om het vanuit een nieuw perspectief te gaan bekijken. Dan telepathische communicatie. En ik heb het gevoel dat dat voor alle twee, dus van de mannelijke en de vrouwelijke energie en omgekeerd is, dat beiden eigenlijk verbaasd zijn dat hoe dat je tussen de lijntjes kan lezen. Hoe dat je weet wat dat jouw tweelingvlam eigenlijk wil zeggen, ook al hebben ze het niet uitgesproken. Zelfs wanneer dat er totaal geen contact is, zoals we dat nu in deze video gaat, is dat ook een bevestiging dat je mag vertrouwen op de boodschappen die je doorkrijgt. Zeker wanneer dat je totaal met iets anders bezig bent en plots moet je denken aan jouw twin en plots lijkt het alsof je hen hoort en dat ze jou iets zeggen, vertrouw daarop. Het is vaak ook al zo geweest, in mijn geval dan dat ik bijvoorbeeld een berichtje stuur en dan ga ik verder met mijn dag en dan op het moment dat hij mijn bericht leest, dat ik een fysieke gewaarwording krijg in mijn lichaam, heb tintelingen of wat dan ook. In het begin was ik me daar niet bewust van dat dat verbonden was met wanneer dat hij verbond met mijn berichten, maar dat is dus één van de voorbeelden dat kan gebeuren of kan, ja, dat kan ervaren. Wat zegt de mannelijke energie aan de vrouwelijke energie? Ik moet sterk zijn in wie ik ben, vooraleer ik mijn energie met die van jou kan verbinden in de 3D. Ik ben bang dat ik mezelf zou kunnen verliezen in deze relatie. Ja, dat is iets waar heel veel mensen tegenaan lopen. En daarom heb ik ook een video gemaakt en die staat ondertussen online. Dus als je dat jezelf ook in herkent, of je denkt dat jouw tweelingvlam daar ook wel wat bang voor is, dan zou ik zeggen, kijk en beluister de video rond van verliezen in relaties. Die was gisteren of eergisteren online, als ik me goed voor heb. Dus, want dat is ook iets waar we moeten in groeien en waar we krachtiger moeten in zijn. Want zelfs ik, in heel in het begin in mijn eerste relaties als tiener, dan kreeg ik ook die feedback, of eigenlijk commentaar, voelde ik het dan aan, van mijn familie, van ja, je verandert helemaal wanneer je bij iemand bent en dan word je helemaal die persoon en helemaal die hobby's en helemaal geïnteresseerd in al die wat die wilt. Blijf je toch eens gewoon jezelf. En ik weet nog toen dat mijn zus dat zei, ik heb twee zussen, dat was de oudste, dat ik haar dat echt kwalijk nam. Dat ik zoiets had van, nee, dat is niet waar, dat is leugens wat hij vertelt en het is gewoon vanuit jouw stukken, bla bla bla. Op het moment dat ik getrouwd was met mijn soulmate, dan dacht ik dat ik dat niet meer gedaan had. Maar het is maar pas toen ik er volledig van weggestapt ben, en dus na de echtscheiding en dat we apart zijn gaan wonen, want we zijn nog eventjes samen blijven wonen na de scheiding, voor de kinderen. En dan voelde ik van hoe hard dat ik toch nog in de valkuil gelopen ben om mij aan te passen, om het leefbaarder te maken. En dat heeft ook te maken met gewoon het feit dat je niet zelfzeker genoeg bent in wie dat jij bent. En dus zie je een versie en dan denk je, oh, dat gaat precies goed bij die andere, dan ga ik ook zo worden, ik ga dat ook doen. En let op, dat gebeurt allemaal natuurlijk onbewust. Maar het feit dat we nu vermelden, dat weet je daarvan en daar kun je er eigenlijk ook rekening mee houden. Dit gaat over communicatie en misschien ook wel de grootste reden waarom dat er op dit moment geen contact meer is. Want wat staat er? Geen enkel van ons, dus zowel de mannelijke als vrouwelijke energie, is niet eerlijk op dit moment. En waarom zijn we bang om onszelf gewoon uit te drukken en te tonen voor wie dat we zijn en wat dat we zijn? En dat heeft hier ook een stuk mee te maken. Sterk genoeg zijn in wie dat je bent. Maar tegelijkertijd ook een stuk overweldigd en de connectie op ons, ook niet willen beschadigen en ook niet willen, ik zou bijna zeggen, niet willen erkennen dat je de ander niet wilt verliezen. Maar door het feit dat je onbewust weet van oké, ja, ik moet onafhankelijk zijn en ik moet heel in mezelf zijn en al die andere dingen die je al 1000 keer gehoord hebt,
Daar gaan we eigenlijk ook ervan zorgen dat we soms een beetje te onafhankelijk worden. En ook daar kan dat natuurlijk weer problemen creëren. En dan een laatste kaart. Die zegt van we hebben een verbinding uit het vorig leven. Herinneringen komen terug naar de oppervlakte, zowel onbewust als bewust. En ik ben nu echt aan het nadenken. Hier hebben we hier al over die vorige levens ook gehad. En ik weet nu niet meer of dat we het ook in die andere video gehad hebben. Maar dus weet dat de dingen die nu gaande zijn en die nu aan het spelen zijn, dat die ook aan de grondslag of aan de basis liggen van het geen contact. Ik ga eens kijken of dat er nog extra van schaduwen spelen. Dan hebben we hier resistance. Ja. Dus er is weerstand, zowel bij beiden. Het zal zich bij beide partijen op een andere manier tonen. Maar er zit dus nog weerstand bij beiden. En dus wat is er nodig om dus gewoon all the way te gaan en gewoon in het onbekende te springen. En gewoon te zien en te vertrouwen dat de dingen die moeten dan gebeuren, dan die ook zullen gebeuren. Laten we zien wat dat we nog extra kunnen aan toevoegen of als advies geven. Trust the nickel. What is the niggling feeling trying to tell you? Zie, dus ga naar binnen. Maak verbinding met de verschillende versies van jezelf. Maak verbinding met je hogere zelf. En dan ga je automatisch weten en voelen wat datgene is dat je nu te doen hebt om de connectie weer vooruit te bewegen. Nu weet wel dat de collectieve energieën de laatste week ook, men dat daarnet ook gezien met die astrologische dingen, dat die ook zo waren, zodanig dat we ook geduwd werden om naar binnen te gaan. Dus zodanig dat we zouden kunnen gaan focussen op onszelf en dus niet zozeer op de ander. Of wat dan uw partner is, of een vriend of een vriendin, of klanten of wat dan ook. Ja. Wat hebben we nog? Onthoud dat er eindeloos mogelijkheden zijn. En alles wat er hier nu gaande is, gaat eigenlijk voorbij het ordinaire. Dus volgens het gewone, normale, modale wat dat je kent. Dit doet mij ook weer denken aan de vlammen. Dus roep de gele vlam aan. De gele vlam die eigenlijk dan uiteindelijk geascendeerd is in de gouden vlam. Maar je kunt de hele vlam nog ook natuurlijk apart gebruiken. Heeft te maken met inzichten. Met helderheid in het mentale. Dus het feit dat mijn aandacht hier naartoe getrokken wordt, wil zeggen dat er een verdere healing plaatsvindt in de mind. Dus met gele en de groene van de healing natuurlijk. Voilà. Ik hoop dat je er iets aan hebt. En moest het zijn dat er vragen zijn of onduidelijkheden, zet ze gewoon in de groepschat. En dan ga ik jullie antwoorden. Dag!